Zinnig wijzen op wat ons leven is, dat is wat de reden trieën in deze uitsturing. Bodis Kroes en zijn vrouw Trude Postmus, ze maken een toneelstuk over haar eigen gezin met twee gehandicapte ben. En Esther Kuppen, zij is van de Waardvereniging en zij beginnen een campagne, morgen is dat, waarbij we maar eens on in actie komen matten. Goeien, dit is Bient. Op de dag dat collega Afke Boven ergens droogt in de Waardzee. Want Afke, wat is er nou correct onder hoorn? Want ik dacht eigenlijk dat het al juist goed ging met het Waardgebied. Ja, dat dacht ik. Ja, doe eerst hopen dat ik nou in een zwembad hier in de zee dreun. Nee, ik had wel in de gaten. Ja, nee, ik zit hier heel vredig op een viskersbord. De stormvogel van Jaap Vechter, de visker in Nijsmie. Het is hier heel mooi. Het is hier vredig. Het is mooi waar. Maar er is een soort te dwan om die Waardzee. Net alleen nog om het milieu, maar ook economisch. Daar weet Jaap alles van. En zie verhaal jaren we dadelijk. Hartstikke goed. Aan tafel Esther Kuppen van de Waardvereniging. Welkom. Ja, waarom moeten wij nou met die zon in actie komen? Wat is er onder hoorn? Nou, er is van alles aan de hand in de Waddenzee. We hebben een tijdje geleden zitten kijken van, goh, er gebeurt van alles in de Waddenzee, maar gaat het nou de goede kant op? De conclusie was van, nou, eigenlijk nog niet. De doelstellingen waren eigenlijk een vooruitgang op het gebied van natuur en behoud van het open landschap. En dat is niet slagen? Dat is niet gelukt. En dus hebben we gezegd van, nou, dan gaan we het gewoon van onderop proberen. Als het van boven niet lukt, probeer het van onder. Laten we met z'n allen proberen het Waddengebied een stukje beter te krijgen. En we verzamelen nu ideeën. Dus op jouw idee voor de Waddenzee kun je, .nl, kun je ideeën insturen hoe je denkt dat het beter kan. Maar kom eens bij een concreet voorbeeld van wat dan net slag is. Ik noemde net de natuur zou verbeterd moeten worden. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de visstand over de afgelopen 50 jaar, dan is er nog ongeveer 10% in kilo's over van de vis in de Waddenzee. En dat is natuurlijk, kan iedereen op zijn vingers natellen, dat was vast niet de bedoeling. En als je dat dus wilt verbeteren, dan zul je daar echt wel actie op moeten gaan zetten. Ja, nou dacht ik, het Waardgebied, dat is vooral het erfgoed, dan ben je toch eigenlijk al beschermen? Ja, wel beschermd, maar goed, er gebeurt natuurlijk van alles. En als je bijvoorbeeld denkt aan het open landschap, we hebben daar hele discussies over gevoerd. Toen bijvoorbeeld de afvalverbrander in Harlingen erbij kwam, toen de kolencentrale in de Eemshaven gebouwd werd. Dan heb je gewoon weer een stukje open landschap dat gewoon footsie is. En wel beschermd, maar ja, misschien niet genoeg. Nee, een papieren tijger noemen we dat dan. Ja, nou ja, en misschien een tijger met te zachte tanden. Ja, met melktandjes. Ja, ja. Met melktandjes. Hey, mooi, dan staat de campagne Weerbare Wadden. Wat is dat correct voor een campagne? De campagne, nou, de Weerbare Wadden is een tijdschrift dat we hebben laten maken door Noorderbreedte. En dat gaat eigenlijk over het beleid en het beheer van het Waddengebied. Er wordt nu heel erg gesproken over hoe het beleid beter kan. En wij proberen daar met dat tijdschrift even een steen in de vijver te gooien van hoe kan dat beter, hoe kun je daarover nadenken, om ook de beleidsmakers ertoe te zetten, om even een tandje bij te zetten. Ja, want die campagne, of ja, een soort van wedstrijd neem je met Ekwal, hè, die is net alleen een gejochte op het milieu, maar vooral ook op mensen die in en om het Waardgebied leven en dan bigeliks de ondernemers. En dan komen we toch weer even weer rond bij Afke Boven op het Waardgebied. Want een goed voorbeeld daarvan is het verhaal van de visker Jaap Vechter. Ja, Afke, het verhaal. Ja. Het verhaal van Jaap Vechter. Ja, het verhaal van Jaap. Want Jaap, dit is al een hele tijd jouw werkgebied, jouw kantoor. Van al wanneer werk je hier al? 1990, toen ben ik begonnen te vissen. Op paling met vuiken hier vlakbij de dijk. Ja. En daarna, want het is net bij paling bleun? Nee, want toen werd de palingstand op het wat al minder. En toen, ik heb op hadders gevist. En toen, dat werd allemaal steeds moeilijker. Dus uiteindelijk zijn we ook weer heel andere dingen gaan doen. Ik heb nou net mijn oesterseizoen afgesloten. Daar zijn we nou de laatste 5 jaar mee bezig. Maar toen in die tijd kreeg ik al door dat, nou, ik moet wat collega's zoeken om mee samen te werken. Want het moet anders met die kleine kustvisserij in de Waddenzee. En we moeten elk voortdurende bakens verzetten. Heb ik ook gedaan, hoor. Ja. En waar zit het grootste probleem? Is dat alleen nog de visstand? Nou, ja, je moet voortdurend kunnen aanpassen aan de visstand die verandert.
En dat wil wel als je maar ook de toestemming krijgt om andere netten te gaan gebruiken of om op een andere vis te gaan vissen, zoals die oesters, voordat we dat mochten gaan doen. Nou, er zijn jaren overheen gegaan voordat we eerst eens een experimentele vergunning kregen. En bovendien andere dingen, ik kan wel op kabeljauw willen gaan vissen en kabeljauwstand herstelt zich gelukkig weer. Maar dan moet je dan ook eerst rechten, quota en zo voor zien te krijgen. Ja, krijgen, kopen. Alles is verhandeld. Alles is, sinds de jaren 80 is eigenlijk elke vorm van visserij in Nederland, maar ook in het Waddengebied, is elke activiteit gebonden aan vergunningen. Dat zijn allemaal overdraagbare rechten geworden. En als je, zoals wij, het moet hebben van telkens kunnen switchen van de ene visserij naar de andere, moet je zoveel verschillende soorten vergunningen en rechten hebben. Dat is een investering. Dat kan ik, toen ik begon te vissen, kon ik een vergunning aanvragen en die kreeg ik toen. En een jaar later was het dan niet meer zo. Nee, dus jou bent al heel gauw in jouw carrière, in jouw loopbaan hier op dit mooie, in dit mooie gebied. Het zijn grote problemen onderaan. Milieu, natuurlijke problemen, maar ook economische problemen. Ja, kijk, economische problemen in die zin dat de investeringen zijn echt te hoog geworden. Als een jonge visser vandaag de dag een bedrijf wil beginnen, die moet zo gruwelijk veel investeren. Alleen al in de papieren heb je nog niet eens over een schip. Dat is eigenlijk voor een aanstormend talent. Een visser, jonge visser is dat eigenlijk niet meer te doen. Nee, en Hilndal, want je wil heel graag seizoensgebonden ekvisje om die visstongen op peil te horen. Dus in het ene seizoen is die ene vis beter te vangen dan de oor. En zo hoor je de boel ek op peil. Maar het is eigenlijk heel natuurvriendelijk. En aan de andere kant wil je hem daar dus dan ek in chin werken. Zeg ik het goed of net? Ja, dat zeg je precies goed. Wij zien een toekomst voor vooral kleine bedrijven die inderdaad heel erg met de natuur meewerken en ieder seizoen een ander product aanvoeren. Met kwaliteit, mooie natuurvriendelijk gevangen vis. Alleen ja, de regulering stimuleert eigenlijk heel hard vissen op één ding. Ja. Dat zie je bij de garnalenvisserij ook. Dat is op zich een mooie bedrijfstak hoor, er is ook niks mis mee. Maar het is kwetsbaar, want als je alleen maar garnalen kunt vangen, nou, het gaat goed zolang het goed gaat met de prijs of met de aanvoer. Maar ja, het zijn ook wel eens jaren, dan gaat het heel slecht. En dan zijn er geen alternatieven. Nee. En dan zit je voortdurend tegen de grenzen van wat de natuur kan hebben, wat de zee kan hebben, wat de markt kan hebben. En je hobbelt eigenlijk van crisis naar crisis. En dat kun je zeker als klein bedrijf, als kleine kustvissers, moet je dat niet hebben. Nee. Je hebt een coöperatie oprichten. Dat betekent dat je hem van me qua vergunningen lenen kennen, broeken kennen. Mij dat dan zomaar? Nee, niet zomaar hoor. Nee, we hebben maar stek wel een vergunning voor komen. Dat was ook, daar moest heel wat water naar zee voordat dat voor elkaar was. Maar dat gaan we nu doen. We hebben nu inderdaad een constructie dat we binnen die coöperatie eigenlijk samen één visserij, met veel kleintjes één groot visserijbedrijf vormen. En ik gebruik een deel van het jaar de vergunningen van een collega voor staande netten bijvoorbeeld. En een ander die gebruikt een deel van het jaar mijn vergunning voor de lijnenvisserij, om maar een voorbeeld te noemen. Ja. En dan ben je per bedrijf word je flexibeler, zonder dat je nou dat iedere visser die maar aan die papieren moet zien te komen. Ja. Wat vind je van het initiatief van de Waddenvereniging om eens weer even wekker te scotchen? Nou, wat die campagne van de Waddenvereniging laat zien, dat is er. Want wij zijn met iets. Bij ons borrelt er van alles, maar zo zijn er veel meer mensen en groepen in de Waddenzee die mogelijkheden zien, die willen vernieuwen, die ook op een mooie manier met het Wad om willen gaan. En dat laat die campagne van de Waddenvereniging, van Mijn Idee voor de Waddenzee, laat dat zien. En het laat denk ik ook zien dat, ja, dat het wordt tijd dat we met elkaar het Wad zo beheren. Dat we van onderop ook de gebruikers, de bewoners, de mensen die begaan zijn met Wad. Dat al die ideeën tot z'n recht kunnen komen. Ja, en dat is wel verdraaide moeilijk. Ja. We zullen zien wat de toekomst brengt. Vooralsnog zitten we hier heerlijk. En ik kom nog even net toe, Arjen. Nee, en dan tik ik gelijk richting het Amelon, wat even wennen ze. Hey Esther van de Waddenvereniging, reageer eens op dit verhaal van Jaap. Ik denk dat het enerzijds laat zien dat er van alles kan als je flexibel bent en als je aanhoudt. Maar van de andere kant dat je dat inderdaad moet doen en dat het helemaal niet makkelijk is. En ik denk dat het beter zou zijn als inderdaad wat ik net al zei, van als die beheerders gewoon wat meer samen zouden werken, dat ze je ook kunnen helpen van jongens. Misschien moet je nu van A naar B naar C. We maken één grote beheerorganisatie waar je gewoon één balie hebt. Jongens, ik wil dit. En waar gewoon iemand zit die denkt van, oh, goed idee, daar gaan we mee aan de slag. En we gaan jou helpen om dat te realiseren. Mooi, dan staat de campagne nog één keer het adres.
jouwideevoordewaddenzee.nl. Jouwideevoordewaddenzee.nl. Deze week in Bient hebben wij het over het ambitieniveau in het onderwijs. Astronaut André Kuipers kwam begin dit kwartaal hier naar het Lauwers College in Boetenpost om de leerlingen sjen te litten dat echt alles, maar dan ook alles, mogelijk is. Hjoed zoggen we op basiskwallen de Mienskip in Boetenpost. Wat vernemen zij hier van de het is daar wel best genoeg mentaliteit? Als je het heel graag wilt, moet je het gewoon proberen. Misschien lukt het niet. Ik dacht ook aan het lukt waarschijnlijk niet. Maar ik ga het ook proberen. Is taking André Kuipers to the International Space Station. Als het worst, kiest alles. Waarom naar de basis? Landelijk binnen de 130 basiskwam, maar de titel excellent. Friesland telt 2. Eén daarvan is de Mienskip in Boetenpost. Voor de derde keer. Het heeft ons wel gebracht dat de bijen veel ambitieuzer werden ben. Dat u zo anders ambitieuzer bent, maar ook uw leerkrachten. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Ik ben in groep 8. Het is april, we zitten vlak voor de eindtoets. En ze praten over ambities. Ambitie? En wat is ambitie? Steek je vingers op. Toen ik hier kom ben, heb je wel opbrengstgericht werken inzet. En het houdt in dat je zegt van, goh, wat zit er in de bench en hoe kunnen we dat nog beter maken? En dat is mijn draaiweek wel. Ik ben in Friesland opgegroeid en ik heb in verschillende provincies wel wennen en ik zien. En dan denk ik van, goh, in Friesland kunnen we volle meer en dat mag ik zien letten. Als het worst, kiest alles. Maar wat worst? Jens wil letter vooral vrijheid hebben. Lianne wil het letter leuk hebben en dan zoet ik mooi wijs dat je nog hield voor Ginny kennen. Uiteindelijk denk ik dat je vreugde maakt. Iemand vragen stellen om die ben van zijn bewustmaatje van zo'n ding zetten. Van wat vind ik belangrijk? En dat proces van ik heb dat in die laatste groep van de basisschool heel mooi opstarten. Klaas wil letter naar Amerika. Daar is het volle beter van mijn koor als hier. Moenesa wil architect worden en dan vooral in Ermelan. Hij zit wel in de regio met, een protte zelf, die wordt. Ik neem de boeren, meestal die door het huis zelf en terug huttenwerking kom je er wel. Ja, dus ik denk, zo'n mentaliteit kan daar mij wel ontstien wijzen. En als het juist naar het westen van het land, de beeldvorming, daar is heel oors, denk ik. In de zin van, ik neem eens wat de huidige bouwen lid als je in dat het succes dat in de lucht groeien kan, is maar. En als je daarmee opvoerd wordt, dan denk je, ik wil lekker in een groot park in en een prachtig geld verdienen om die omgeving. Ja, ik denk dat wel heel, dat het wel een rol speelt, ja. Chris wil best een beter maatje. Kelvin droomt van een carrière als jonger en denkt zelfs ik hoe Hollywood. En Marit had als laatste het woord, zij zei dat je vooral ik gelukkig mensen matte. Dat is denk ik heel belangrijk. In de zin van ambitieus is belangrijk. Want je wil eruit halen wat erin zit. Dat is waar we je frustreren als het ware. We hebben je hut van maatje elke dag. Maar aan de andere kant maar net een kasting in van alles. En ik denk dat in deze regio misschien wel heel sterk is. En dat het ook wel heel mooi is. Daar kan ik wel grootschap bij zijn, denk ik. Ja, en morgen dan zorgen we hoe het de leerlingen van het Lauwers College in Boetenpost vergeet zijn krijgt voor de examens. Hoe shot het gezinslibben eruit uit 2 van de vrouwenbeen handicap binnen? Bodus Kroes en zijn vrouw Trude, die weten als je een oor, weet je dan je oor in. En daar gaan ze nou ook een toneelstuk van maken. Bodus! Bodus! Met deze schokt helemaal! Het spijt me u te moeten mededelen, maar uw zoon is ernstig gehandicapt. Ja, een scène uit het toneelstuk doet je hem jern dat je hem zoon Matthijs gehandicapt is. Ja, dat is wat de vrouw dien, denk ik. Zeker, ja. Dit is het moment waarop hij... Waarop hij een epilepsieaanval kreeg. Dat we, toen die 3 mannen weer, oud weer. Als ze lieten poppen. Lieten poppen. En wij in een sneltreinvaart naar het ziekenhuis gingen.
ja, dan stort inderdaad er wat in. Dan denk je van, ja, wat gebeurt hier? En eigenlijk de enige gedachte die het heeft van, ja, hij redt het net gewoon net meer. Hij nou ja, heel plat zijn, een stietje onder mijn hand waai voort, zeg maar. Ja, ja. Want wat kan Matthijs wel en wat kan hij net? Matthijs is nu 26 jaar en eigenlijk is het vergelijkje met een baby. Hij kan wel wat, hij kan zitten, hij kan aan de hand een paar stapjes rennen. Maar hij kan net zelfs eten, hij kan net zelf drinken. En hij is volledig afhankelijk van de zorg. Ja. Het is nou een grote kerel. Het is een grote man, sis maar. Ja. Ja. En nou, Matthijs, hij heeft nog drie bijen gekregen, drie dochters. Ja. En we hadden er een mooie foto van. Oh. Even een soort van introductie rondje. Even okay. Voorstellen. Okay. Dit, ja. Dit is Jim gezin. Ja. Ja. Van links naar rechts. Dat is Emma, is de meest linkse. Die heeft dat is de middelste dochter. Die heeft het Down-syndroom. En dan komt daarna zit dus Dagmar. Dat is de jongste dochter. En daarna zit de oudste dochter, Judith. En Judith die studeert momenteel in Stockholm, in Zweden. En Dagmar zit bij HAVO. En dus Emma die zit bij Dijbesteding op het avontuur in Oontjerk. Ja. En de winnet Emma Eck. En de winnet Eck, ja. Okay. En wanneer hing je dan het idee van, ja, wat wij al in mei maatsen, dat is stof voor een vaststelling, voor een toneelstuk? Omdat ik denk dat, wij krijgen heel vaak die jaren van, goh, mooi dat het zo kan. En dan krijgen we bijvoorbeeld een bus die we nodig hebben om Matthijs ergens in te brengen. En maar zijn oren meestal in je van, goh, mooi dat het zo kan. Zo. Of, nou ja, Emma en Matthijs gingen allebei naar mijn busje. En Matthijs naar de dijbesteding en Emma naar het speciaal onderwijs. Maar voordat dat busje komt om ze ergens te brengen, dan hingen wij al zo'n soort bij regelen. En we kregen het wel voor elkaar. Maar het was net zo van mooi dat het zo kan. Nee. Elke stap zitten wij wel eens die we namen voor ons BMA in de beperking. Je hebben van knokken maten en praten maten. En ons ziekje maten in de wei van, ja, hoe het hamas. Ja. Want mooi dat het zak in, dat is eigenlijk de titel van het stik. En daar heb ik nog een fragment van. Ik heb even een zien. Hoi, Bodus en Trude. Nou, je ziet er bijna niks van. Bij mijn godje zie je het altijd zo goed. Oh, Bodus, Trude. Ja, het is wel wat, hè? Dat Jim dit nou oerkomen mat. Kattenbakziekte? Maar hier neemt katten dan? Ah, Trude. Bodus. Anna Patjen. Oh, wat een mooie bennenwijn. Ik denk altijd naar Jim. Wat verschrikkelijk. Hebben jullie het niet laten onderzoeken? De therapie kennen ze echt niet. Wisten jullie het niet? Hé, Bodus en Trude. De dokters kunnen toch tegenwoordig? Jullie hebben in ieder geval wel ervaring met zijn etiket. Dan doe je dus eigenlijk letterlijk de stritten net meer op. En dat ben van die deerdwanders, zeg maar. En de opmerking was eigenlijk volgens mij niks onhaast. En ik zeg wel eens, we hebben toch nog meer aan de pannen sap dan aan dit soort opmerkingen, zeg maar. Hè. Ja, maar die is meestal het wel uit goede bedoeling, zeg ja, maar. Ja, ja, we nemen het net kweer, oh, ja, maar ja, je hebt er niks aan, zeg maar. Nee. Wat hier dan graag won, dat meestal zijn hier? Of die nou, hier? Misschien was het ook sized, een pannen sap. Ja. Of, goh, ja. Wat is het wat? Ja. Zo. Maar goed, we hebben deze voorstelling natuurlijk maken. Ik een beetje wel wat zwart-witer dan het in werkelijkheid wie. Oh ja? Om er een mooie zwart, om er een mooie voorstelling van te maken. Je hebt wat dikker omzet soms hier. Ja, maar het is wel realiteit. Ja, ja, het is wel heel erg gebaseerd op de realiteit. En hoe reageert de Ben eigenlijk? Op deze voorstelling? Ja. Dus Judith zit op dit moment in Zweden. Die weet dat wij dit al heel graag een keer dwan doen. En dan werd ik vragen wat wie nou de voordelen van zijn gezin. Nou, zij zei het altijd van, ik heb al een heel soort aandacht gekregen. We mochten net vooraan rennen bij de Efteling en vooraan in de attracties. Ja, dat is een voordeel. Ja. So, dat is een voordeel. Ja. En Dagmar, die wie ouder onder snijden op de première bij de voorstelling. En Dagmar is natuurlijk zijn jongste dochter. Dus die weet ik net, die is nou haast 15. En weet natuurlijk ik net precies wat er gebeurd is al hier. Toen Matthijs geboren was en Emma en Judith ertussenin. En ze wilden wel rekken, omdat ik oren mensen er wel om goelen moesten. Zo, van, het is wel eigenlijk een heel verdrietig verhaal. Ja, het is een emotioneel verhaal. Het is een emotioneel verhaal. Ja, ja. Ja. Want dat spelen ze toch ook in het toneelstuk. Mm. Op een gegeven moment willen die echt te volle. Ja, ja. Dat is heel, ik heb heel lang opgekropt, zeg maar, al die gevoelens, van negatieve gevoelens. En uiteindelijk is dat er uitbarsten, zeg maar, toen Matthijs niet heeft zien wie.
En ja, dat is ook een part van de voorstelling Geert ter Oer, een scène. Dat ik echt compleet het spoor buister ben. En ik, ja, ik gewoon heel erg boos word op alles en iedereen. En ik ze wist even shit? Ja, is goed, ja. Ja. Ik heb er helemaal, maar dan ook helemaal klaar met die Trude te commanderen. En met dat vieze gehandicapte gedoe met die luiers. Ik ben er helemaal, maar dan ook helemaal klaar mee. Toen was je weg. Tijdelijk verhuisd. Ik snapte er helemaal niks van. Ik bleef alleen thuis met alle kinderen. En Boris kwam zo nu en dan eens langs. Hij werd helemaal gek van ons. Ja, hoe wie dat verdij eigenlijk? Nou, letter snapte ik het wel beter. Op dat moment wie het verschrikkelijk. En ik zit ook in de voorstelling, had ik toen je meesken hoorn hier die me hulp me hien, dan heb ik net weten hoe ik het ooit had met hier. En nou, achterna denk ik dat Mem praten. Mem gaat naar het zwembad met hem bij, met een beperking, en we zitten uit te praten. Mem gaat naar de koffieochtenden en zitten te praten. Alleen de heiden van een gezin gaan weer aan het werk. En nou zie ik wel die verschillen tussen heiden en Mem. Ik denk, het is voor heiden ook heel moeilijk. Om elke keer maar weer die te voegen in een gezin, nadat je de hele dag werken hebt. En dan ja, kom je weer in een situatie te lonen, zeg maar. Wist je misschien ik omdraaien, kinderen, van even uit de situatie, even los van alles, en dan de weer... Ja. Dat is ik zo, maar dan kom je er wel weer helemaal in. Ja, dat is ik zo. Wat betekent nou deze vaststelling ook van Jim om dit nou zo op de planken op te vieren? Ja, ik vind het prachtig. Wij zijn beide toneelspelers, zeg maar, hè, en in hart en nieren en amateur dan. Maar we vinden het een hele mooie manier ook, om dit ook uit te brengen naar mijn orenouders. Dat zelf van hun verwacht je wel een herkenning worden. Hè? Feest. Het is speciaal bedoeld voor mensen mooi ben, mooi behind. Ja, ik, vooral ik. Maar ik wil voor mensen die het, in de zorg werkzaam binnen of die daarvoor studeren. Dus daar spelen wij ook verschillende voorstellingen voor. Maar ik voor het algemene publiek, mensen die zeggen van ja, we willen wel wat meer van al weten. Hoe werkt dat en hoe zit dat? Dan heb ik nog een aantal voorstellingen dat we daar toegankelijk binnen voor deze. Oké, want de première had al west, hè? Die oude ja, Aurone Snijn, wie de première. Waar kunnen we hier nog zien? Facebook, mooi dat het ze kan. We hebben nog op Facebook, ja. Je hebt een Facebook. Ja. Okay. Mooi dat het ze kan. We hebben nog een aantal vrije voorstellingen. En Brecht Wassenaar heeft er gewoon een hele mooie voorstelling van maken. Dat is de regisseur. Moest je mee? Ja, die moesten we nemen. Bij deze. Ja. Heel soort succes. Okay. En ik dank voor je verhaal. Doe Ekker, hartstikke bedankt voor die verhaal. Ons A4. Nou, dadelijk kun je zelfs we zijn naar het Frieske Nijs in Juurt. En morgen, ja, morgen dan ben we er weer. Want dan, dag. Pas op de mond zitten. Oh, ik zie het even op. Ik vertel het je wel even, jij van morgen komt Klaasje Postma. Waar? Nou, die van het theaterstuk. Life is beautiful vanzelfs. Van die nommers. Oh, die van de eerste. Oh, ja. Oké. Okay.